Nou, dat is een beetje raar. Volgens mij kwamen ze als je dat aanstak. Maar ja, dat moet ik helemaal niet. Misschien duurt het even. In ieder geval, ja, die Gondor Bricks. Hoe fix je dat? Wacht, ik ga even iets proberen hoor. Vinden jullie vast niet leuk? Ik ga het toch even doen. Game mode 1. Gondor Crafting, wat? Crafting table. Moet ik van Gondor hebben. Elf, Dwarf, Uruk, Wood, Gondorian. Die moet ik hebben. Get out here. Oké. Ik hoop dat deze wel werkt. Oh, moet wel goed doen natuurlijk. Ja, oh, oké. Je moet het nu in een Gondorian crafting table doen. Sorry dat ik hem even gecheat heb, maar... kon even niet anders. Ja. Nou, daar hebben we een Gondorian crafting table. Ik weet niet hoe je dat zelf moet maken, dus vandaar dat ik even... stiekem even gecheat had, jongens. Sorry. Ik zet even te denken. Ja, ik moet zo doen. Nee, ik moet het helemaal niet zo doen. Ik moet zo doen. Zo, ik ben een beetje in de war door dat hele crafting gedoe. Niet zo chill, hè? Raw marble heb ik net gehaald. What the hell? Dat wist ik niet. Oké, ik heb weer even wat bricks. Holy shit, ik heb heel veel bricks. Oeps. Volgens mij heb ik die mezelf net gegeven. Nou, jongens. Het maakt toch niet uit. Jullie vinden het vast niet erg. En als jullie het wel erg vinden, hebben jullie pech. Want ik vind het leuk. En daar gaat het om. Of nou ja, het gaat er ook om wat jullie leuk vinden. Maar nu gaat het om mij, jongens. Allemaal mee. Oh, there we go. Ik ga denk ik nog twee hoger doen. Dus dit is de laatste laag, denk ik. En dan moet het natuurlijk wel allemaal wat mooier, want dit ziet er natuurlijk niet uit. En ik ga dan even de binnenkant vlak maken. Met dat het allemaal dezelfde hoogte is aan de binnenkant. En dan ga ik mijn huisje maar even bouwen. Of ik ga, ik denk dat ik, als ik deze muur af heb zo, dan ga ik denk ik eerst, of dan ga ik even nog even wat lopen. Nog even wat discoveren. Kijken of ik nog een dungeon kan vinden waar ik even epic... Hey, Baranor, de Gondor Soldier. I hope to see the glory of Gondor restored someday. Tuurlijk, we pakken ze. High five. Oeh. It looks like you're trying to attack an allied NPC with a friendly fire setting. And then you're unable to attack, blah blah. Oh. Oh, ze waarschuwen je nu gewoon als je hem aan wilt vallen. Want ik dacht van, ik ga hem een high five geven, maar op hetzelfde moment dacht ik van, niet doen. Maar ik had al geklikt, want als ik hem een high five had gegeven, had hij me aangevallen. En dan was ik fucked geweest, want dan kwam iedereen achter me aan waarschijnlijk. Ik kom net een klein stukje tekort. Dammit. Hoe ga ik dit fixen? Even kijken hoe we dit gaan fixen hoor. Heb ik nog iets? Shit, ik heb helemaal niks meer hè. Nope, hier zit mijn armor in. Gondorian helmet, leggings en chain boots. En een orc chestplate. Past niet echt bij elkaar, maar... who cares? Eigenlijk. Oh, mijn pickaxe is bijna kapot. Ik ga even snel de muur afmaken, jongens. En dan ga ik weer even op dungeons. Op dungeons zoeken. Op reis. Op zoektocht naar dungeons. Dat zou ik zeggen. Nou, eigenlijk mag ik dat helemaal niet zeggen, maar zo kan het eruit. als ik dit even snel hak, dan komt het goed. Oh ja, jongens, ik moet jullie ook nog iets vertellen. Wat echt... heel stom is van mij. Misschien hebben jullie de video gezien met Stefan samen. Hack/Mine. Dat we die serie gingen doen. Dan vraag je je misschien af. Waarom komt er maar één deel? Of waarom is er nog maar één deel online? Niet, waar is deel 2? Ik had deel 1 gerenderd, zeg maar. Ik had hem gemaakt, geedit. En ik ging hem renderen. En meestal na opnames. Of na dat renderen. Verwijder ik de video. Of de opgenomen video. Want dat heb ik dan niet meer nodig. Want dat is dan waarschijnlijk maar één aflevering. Wacht even. Waar is mijn muziek gebleven? Music. Play plus. Zo. Dus ik had die aflevering verwijderd. Na het renderen. Maar ik was vergeten dat ik... Of hoe lang had ik opgenomen? In ieder geval, ik had iets van een half uur opgenomen. En daar haal ik dan 3 afleveringen uit. En ik had vergeten dat ik dat had gedaan. Ik dacht dat het maar 10 minuten was of zo. 10 minuten opnemen. Want het was gewoon standaard. Dat ik dat dacht. Maar dat was het niet zo. Dus ik heb... de andere 2 afleveringen die we hadden opgenomen, of 4 zelfs, ik weet niet hoe dat veel waren, 2 of 3, heb ik dus verwijderd. Stefan heeft ze nog wel, dus ik heb tegen Stefan gezegd van, dude, upload jij ze maar gewoon door, ik heb ze niet meer. Dus van mij mocht hij gewoon door uploaden, ik weet niet zeker of hij dat gaat doen, ik denk het wel. Als jullie niet weten wie Stefan is, kijk even op YouTube, youtube.com/estaboful. Dat is een vriend van mij in real life, en wij nemen soms samen op, en hij heeft bijna 1000 subs. Dat vind ik heel leuk. En ik heb net niet genoeg fucking steen. Oké, weet je, fuck dat stukje. We gaan even een shovel maken. Als ik daar resources voor heb.
Ik heb geen resources. Weet je, dan gaan wij dit even achterlaten. Shit, ik heb ook geen waypoints meer. Shit, dan weet ik ook niet waar mijn portal terug is. Nou, wat maakt het uit? Waarom is dit kapot eigenlijk? Ik ga even hier zo staan. Nee, wacht. Ik ga even... Nee, ik moet... Nou, weet je, ik wou even een waypoint. Ja, dat moet ik wel even doen. Want mij kennende verdwaal ik zo weer. Dus ik ga even in het midden van dit ding staan. Options. Nee, dat was het niet. Ik moest een marker. Fort. Group. Fort. Ja. Oh, dat is dus niet de bedoeling. Ga weg. En hij moet hier. Ik kan het ook gewoon met mijn muis doen. Fort. Zo. Dan verdwaal ik in ieder geval niet. Dan weet ik in ieder geval terug naar huis. De weg terug naar huis. Ik ga daar even in kijken. Oh, ik heb geen Optifine meer, merk ik nu ook. Want ik kan niet inzoomen. Dat komt dus ook door die update. Ik heb geen armor bij me. Nou, wat maakt het ook uit? Het is dag. Dus wat maakt het uit? Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik ga denk ik even naar de blacksmith. Misschien kunnen we daar wat dingetjes ruilen. Dat lijkt me wel leuk. Kijken of die dude het wil. Of die dude dingetjes met ons wil ruilen. Hé, hey, daar zie ik de Dead Marshes weer. Nope. Daar ga ik niet nog een keer in. Ik heb geleerd van mijn fouten. Zo. Oh, wacht. Ik heb ook de boog nodig. There we go. Even kijken, waar is de deur? Hallo? Deur? Ja, hier. Hallo. Oh. Er is geen blacksmith. Nice. En hij heeft ook helemaal geen loot. Nou, dat is niet zo chill. Waar is de blacksmith? Hallo? Oh, dat ziet er best wat uit vanaf hier eigenlijk. Als ik dat helemaal mooi maak. Nice. Nou jongens, de blacksmith is gone. Wat is deze? Ik weet niet wat het is. Dit hoort niet, denk ik. Wacht. Sst, dit zien jullie niet, Sst. Oké, hi, yo, wat doe je hier? Where did you come from? Hallo. Sirion, the blacksmith of Gondor, hij is net geboren. Are you a friend of Gondor or an enemy? Ik ben een friend, ik heb hier silver coins. Proof that you can be trusted, hoezo? Ik heb toch plus 13, wat is deze? Heb ik plus 50 nodig of zo? Fuck jou. Ik heb je net gewoon laten spawnen. Weet, ga je gewoon je bakkenbaarden scheren. Wat de fuck is dat eigenlijk? Kom eens met je hoofd uit de muur. Ziet er niet uit. Echt. Wat de hel. Nou, ik ga die kant op. Want dat was ik de vorige keer. Ging ik die kant op. Dus ik ga nu die kant op. En de eerste beste dungeon die we zien, jongens. Bam. Die pakken we. Die gaan we doen. Moet ik wel eentje vinden natuurlijk. Maar dat zal waarschijnlijk niet heel lang duren met deze mod. Want overal en nergens waar je kijkt, is wel een dungeon. Ook al zie ik er nu niet zo snel eentje eigenlijk. Of wel? I don't know, ik zie rare bomen. Dude, ik denk dat ik elfenbomen zag. Dude, we hebben de elfen gevonden. Oh yeah! Dat zo dicht naast Gondor zit, joh. Awesome. Ja, we hebben de elf gevonden. Dat zijn elfenbomen. Dude, ze hebben die elfenbomen helemaal aangepast. Of niet? Sick. Ik weet niet of jullie mijn vorige serie hebben gekeken, vorig seizoen, maar dan waren die elfenbomen helemaal plat. Nu dus niet. Holy shit. Wow, dit ziet er veel beter uit. Veel beter. Hallo, elfen. Zijn er wel elfen? Beter spannen hier wel elfen. Oh, hier is een dungeon, zie je. Nou, die kunnen we wel even doen. Hallo. Ja, hallo. Oeh. Ik maak wel een goede binnenkomer, of niet? Nou, fuck die raw marble. Dude, ik hoor ze praten. Of niet? Oh mijn god. Dat is awesome. Hallo? Yo. Die dude kan wel even kijken van, what the fuck doe je, man? Hallo. I've seen years of the sun beyond the count of mortal men. Wat? The elf warrior. We defend free peoples of Middle-earth. Nice. Hallo, elven. Vinden jullie het erg als ik even in een van jullie huisjes alles ga plunderen? Vast wel. Maar ik doe het lekker. Ik ga het toch doen. Dit is niet heel raar uit. Zo. Let's go. Erin. Wauw, dit is veel beter dan die vorige bomen. Echt veel en veel beter. Ik blijf het zeggen, maar het is echt veel en veel beter. Epic. Als het goed is staat hier een chest in die ik kan looten. Hallo. Chest. Ja, chest. Mallard Sword met Smite 2. Oh, yeah, die pak ik. Ballon stick en appeltjes. Altijd handig. Hallo, waar ben je? Hoi.
Ik ga weer naar beneden. Dat was de loot. Ik vind deze huisjes zo leuk. Niet weer die val maken die je bent weg. Nee. Echt, serieus. Niet doen.